Nou, het idee achter de tuin is dat wij heel veel hebben gewerkt met contrasten. Ja, je ziet in de tuin heel veel siergrassen terugkomen, je ziet heel veel blokhagen terugkomen. Geschoren blokhagen, bijvoorbeeld in de zinken bloembakken. Dus het ritme en de structuur is aan zich een van de belangrijke elementen in de tuin. En daarnaast contrasteren we daarin door ook bloeiende beplanting op te nemen en genoeg kleur en structuur nog aan te brengen. Een van de bouwkundige elementen waar we rekening mee moesten houden is dat we gewerkt hebben met heel veel meter tegels. Dat houdt in dat je een heel strak stramien hebt, waardoor je weinig ruimte hebt voor wat fouten weg te werken. Dus je moet in één keer goed rekening houden dat alles past. En daarnaast laten we het ook bijvoorbeeld terugkomen in het stramien van de trap. De trap hebben we met grote tegels een zwevende structuur gemaakt. En ook met de bloembakken, die hebben we ook uitgevoerd in meter tegels. Wat we ook gedaan hebben is bijvoorbeeld met de bamboe een deel inkijk weggenomen. In plaats van de traditionele leibomen hebben we hier gekozen voor bamboe. Ook weer voor de structuur van de grassen, het waaien, de dynamiek wat de gras en de bamboe hebben. Dat geeft een extra feel aan de tuin. Het houden we de inkijk tegen van de buren. Ja, toen we deze tuin lieten aanleggen, was voor ons belangrijk dat die niet erg intensief in onderhoud was. Dus we wilden een onderhoudsvriendelijke tuin hebben. En we wilden ook een bepaalde tuin hebben die een rust uitstraalde. Dat je hier dus zat, omdat achter ons die hoge bomen zijn, dat je een bepaalde rust hebt en het idee krijgt dat je in een park zit. En dan kun je op het gemak rondlopen en van een tuin genieten als er strakke lijnen zijn, en dat heeft Matthijs heeft dat geweldig goed vertaald in dit ontwerp waar we erg tevreden mee zijn. De meerwaarde van de hovenier was duidelijk dat wij een aantal ontwerpen voorgelegd kregen waaruit wij konden kiezen, waar mijn vrouw en ik dan onze eigen ideeën konden inbrengen, en in samenspraak zijn we eigenlijk tot dit ontwerp gekomen. En daar zaten ook bepaalde dingen zoals gas, wat wij dus niet wilden hebben, maar de bepaalde inkijk vermijden zoals de bamboe, dat wilden we ook hebben, dat je een stuk privacy had. Een ander belangrijk punt voor ons was dat wij de tuin eigenlijk bij de kamer wilden betrekken. Dus dat je een belevenis had dat als je in de woonkamer zat, dat je door het grote raam naar buiten kon kijken. Vandaar dat we ook verlichting in de tuin hebben aangebracht, zodat je 's avonds het idee hebt dat de woonkamer en de tuin één geheel zijn. Bent u tevreden met het eindresultaat? Ja, daar ben ik zeer tevreden mee. Ja, dat is fantastisch gedaan.